naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom allemaal bij deze nieuwe aflevering en het gaat over Abraham en Isaac. Er waren drie mannen die vroegen aan Abraham waar Sara was. Sara was in de tent. De mannen zeiden tegen Abraham dat ze over een jaar terug zouden komen en dat Sara en Abraham een kind zullen krijgen. Dat komt omdat ze allebei heel oud zijn. Sara heeft dit gehoord en ging heel hard lachen, omdat ze niet kon geloven dat ze eigenlijk een kind zou krijgen. Omdat ze namelijk heel oud is geworden. Toen zei de Heer tegen Abraham in Genesis hoofdstuk 18 vers 13. Waarom heeft Sara toch gelachen en gezegd, zou ik ook daadwerkelijk baren, nu ik oud ben geworden? Vers 14. Zou er iets voor de Heer te wonderlijk zijn? Op de vastgestelde tijd over een jaar zal ik bij u terugkomen en zal Sara een zoon hebben. Sara ontkende dat ze heeft gelachen. De Heere zei dat Abraham groot en machtig zal worden. En in vers 19 zei de Heer, want ik heb hem uitgezonden, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de Heere in acht te nemen, door gerechtigheid en recht te doen, opdat de Heere over Abraham zal brengen wat hij over hem gesproken heeft. De Heere gaf Abraham en Sara wat zoals hij heeft beloofd een kind. Ze noemden hem Isaac. Abraham was in die tijd 100 jaar oud. Abraham gaf een groot feest omdat zijn zoon geboren was. Op dat feest was ook zijn Egyptische slavin aanwezig, waar hij ook een kind van heeft. Sara zag dat ze gingen lachen en eiste aan Abraham dat ze weg moesten gaan. Ze wilde namelijk dat Isaac en de zoon van de Egyptische slavin dat de erfenis niet zouden gaan delen later. Maar God zei tegen hem in Genesis hoofdstuk 21 vers 12, je hoeft je niet bezwaar te voelen vanwege de jongen of je slavin. Alles wat Sara je vraagt moet je doen, want alleen nakomeling van Isaac zullen gelden als jouw geslacht. Maar ook uit de zoon van je slavin zal ik een volk doen voortkomen, omdat hij ook een kind van je is. God stelde Abraham op de proef. Hij zei, neem de zoon waar je veel van houdt, Isaac dus, neem hem naar het gebied waar de Moria ligt. Daar moet je hem eigenlijk opofferen. De volgende dag ging Abraham met zijn ezel en zijn slaven met Isaac en nam wat hout mee naar de plek waar God dat tegen hem zei. Toen gingen ze met z'n allen daar naartoe. Op de derde dag zag Abraham in de verte het gebied waar hij naartoe moest. Hij liet zijn slaven en zijn ezel achter en ging met Isaac naar de plek toe. Abraham bouwde een altaar en bindt zijn zoon Isaac op het altaar vast. Hij pakte een mes en wilde hem gaan slachten. Maar toen kwam de engel en zei... In Genesis hoofdstuk 22 vers 12, raak de jongen niet aan, doe hem niets, want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij je zoon, je enige zoon, niet willen onthouden. Abraham zag in een struik een dier en offerde het dier aan God. En toen zei de engel van de Heer in vers 16, omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij je zoon, je enige, niet hebt onthouden, zal ik je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomeling geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee. En je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. En alle volken op de aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen, want jij hebt naar mij geluisterd. Wat kunnen we van het verhaal leren is dat we eigenlijk God blind moeten gaan vertrouwen en altijd hem moeten gehoorzamen zoals Abraham dat bij God deed. En de gehoorzaamheid van Isaac naar zijn vader toe. Bedankt dat jullie deze aflevering hebben bekeken. Ik zie jullie bij de volgende keer. Mogen alle heilige gebeden met ons zijn. Amen. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen.